Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Rijnlandroute, waarin we een kijkje krijgen achter de schermen van het grootste infraproject van de provincie Zuid-Holland. Met in deze aflevering geen gewone, maar slimme verkeerslichten. We zijn bij de brandweer in Leiden, waar ze zich virtueel voorbereiden op mogelijke incidenten in de Corbulo-tunnel. En we gaan op pad met een weginspecteur. Waar nog aan gewerkt wordt, is de nieuwe weg tussen de A4 en de A44. De provinciale weg N434. Deze nieuwe weg bestaat onder meer uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben elk een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 zijn ook delen van de A4 en de A44 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Dit is de N434, de nieuwe provinciale weg tussen de snelwegen A4 en A44, met een 2 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van zo'n 1,5 kilometer. Begin juli gaat de N434 open voor verkeer. En daar bereidt ook de veiligheidsregio Hollands Midden zich op voor. Zo wordt de brandweer getraind met speciaal voor de Rijnlandroute ontwikkelde computermodellen. Hallo Roy. Hallo Laura. Oh, je bent al bezig met het computermodel. Een beetje te spelen. Een beetje aan het spelen. Oh, het ziet er wel mooi uit, zeg. Een soort game lijkt het wel. Of is dat plat gezegd? Nee, eigenlijk niet. De jeugd die herkent dit misschien als serious gaming, hè? Ja. En wij doen dat eigenlijk bij de brandweer ook. Maar dan omdat het nodig is, noodzakelijk is. Ja, echt noodzakelijk is. Er wordt met een computermodel getraind omdat het veel te kostbaar is om elke keer met alle brandweermensen en al het materiaal op locatie te oefenen. Bovendien zouden dan wegen als de A4 moeten worden afgesloten en die impact zou te groot zijn. In dit Rijnlandroutemodel zijn de routes van de kazerne naar de tunnel virtueel nagemaakt. En ook de tunnel ziet er tot in detail hetzelfde uit als in de werkelijke situatie. Laura, jij bouwt dit model, hè? Ik bouw de scenario's in deze omgeving. Dus de omgeving die bestaat al, dat is een bestaande omgeving. Is door een ander bedrijf gebouwd? Die is door een ander bedrijf gebouwd. En wij maken echte scenario's, dus de ongevallen, zal ik maar zeggen. Hoe wordt zo'n omgeving gemaakt dan? Zo'n omgeving wordt gemaakt aan de hand van de bouwtekeningen. Dus met de aannemer. Die krijgen jullie van de aannemer? Jazeker. Alles ja. Klopt op de verhouding? Op de verhouding van alle kastdeuren die je ziet, alle doorsteken die je ziet, de verlichting, de kleuren. Alles klopt. Tot aan je zult het straks ook misschien zien. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, dat is niet even zomaar een gat. Nee. Waar jij een ongeluk in propt en dan hebben we geoefend. Dit is tot in detail. Tot in detail. Dus als je het nu dadelijk ziet en we gaan naar de A4 toe, dan zul je ook zien dat de wegwijzering op de snelweg. Zelfs dat klopt. Exact klopt. En de rechterkant kan je zien dat ik de weersinstellingen kan instellen. Ja, wind, zon, water. Dus ik heb nu stormachtig gedaan. En als we nu de deelnemer laten rijden. Dan... Oh, wij zien het vanuit de wagen. Oh, joh, lachen. Ja, nu mag je meerijden. Oh, dus exclusief kijkje, dat kan natuurlijk exclusief, nooit. Ja. Normaal gesproken met een daadwerkelijk incident niet. Nee, je zit nu op de stoel waar de voertuigcommandant zit. De bevelvoerder. Oh, bliksem. En je ziet dus nu echt hoe je van het terrein afrijdt, helemaal richting het incident. Ook het oefenen van de route naar het incident toe is belangrijk. Vanaf het moment dat de pieper gaat, wordt er door de brandweer al nagedacht over de inzet. Tijdens het aanrijden komt er vanuit de meldkamer steeds meer informatie over de aard en de ernst van het ongeval. En dat is mede bepalend voor de benadering van het incident. Eenmaal aangekomen bij de tunnel kan de brandweer via een hulppostkast beelden bekijken van in de tunnel om de situatie nog beter in te schatten. Dus voordat ik zeg maar daadwerkelijk die tunnel inga, ook in de praktijk, kan ik aan de voorkant al heel veel informatie halen van het incident wat zich op dat moment binnen afspeelt. Ik noem dit trainen 2.0, maar heel in het begin hadden we houten huisjes met Playmobil wagens en dat vroeger met Playmobil geoefend? Dus de meest ernstige incidenten hebben brandweermannen met Playmobil poppetjes geoefend? Jazeker. Maar dat was gewoon puur om, voor bevelvoerende was dat met name. En hoe maakte je dan brand of rook? Rook maakte je met watten. Bijvoorbeeld had je verschillende kleuren watten voor incidenten. Had je witte watten voor rook. Rode watten voor vuur. Zo, vul het in. Heb jij dat ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan, ja. Er is een draaiboek met veel voorkomende scenario's die getraind moeten worden. Laura kan op basis daarvan virtueel alle mogelijke incidenten creëren onder alle denkbare weersomstandigheden.
Bijvoorbeeld incidenten met grote of kleine branden, lekkages, dieren op het wegdek en zelfs ontploffingen. Brandweerlieden die getraind worden kunnen vervolgens in dit model branden blussen of mensen uit voertuigen bevrijden. Iedere persoon die getraind wordt heeft een eigen joystick en krijgt van de bevelvoerder een eigen taak. Nou, Johan, ga op verkenning. Dat zou een opdracht zijn die ik je zou kunnen geven. Johan, ga verkennen op een vuurhaard. Oh, dit is dan een dwarsverbinding. Ja, loop hier maar kom je ook te staan als er een incident is als publiek. Mm-hmm. Even door. Maar je bent nu op zoek naar een vuurhaard. Kijk. Oh, en hier is het. Oh, en ik moet op zoek naar een vuurhaard. Ga maar op zoek naar een vuurhaard. Oh, Jezus. Kan ik tussen al die mensen door? Hier staan mensen verzameld. Dus mm-hmm. Dan zal de incident aan die kant zijn. Mm-hmm. Oh, hier staat er iemand om het tegen te houden. Kijk. Oh ja, hier zo. Oh, hier is die. En dan, oh ja, en dan krijg ik vervolgens weer een nieuwe opdracht. Of iemand anders krijgt een andere opdracht van ga dit blussen. Kan ik dichterbij komen? Je kan zeker dichterbij komen. Oh ja. Oh, dit is wel mooi gemaakt zeg. Hè? Er zit nog iemand in die auto. Er zit nog zeker iemand in de auto. Dat is gevaarlijk. Hoe gaan we, kan ik iets doen? Ja, kijk, nu is de deur open. We zien een slachtoffer. Oké. En hoe krijg ik die eruit? Nog een keer drukken? Probeer maar. Oh, probeer maar. Als hij geel kleurt, dan... Is die geel? Oep. Ja, oh! Kijk. Nee joh, ademfrequentie, hartslag, man, 24 jaar. En het is wel afhankelijk van, ja, hoe is die persoon aan toe? En dat kan dus allemaal in zo'n training mee worden gegeven. Misschien dat zo'n persoon bekneld zit, dat we hem moeten bevrijden. Maar als je ter plekke staat, dan heb je de rook die inademt. Je hebt geluid, je hebt mensen die aan je jas staan te trekken, die geholpen willen worden. Ja. Dat heb je nu allemaal niet. Nee, dat klopt. Het is heel moeilijk om daadwerkelijk ongeval zodanig te ensceneren dat je ook omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren, kom ik er dichtbij, dan zul je het waarschijnlijk warm krijgen bij zo'n auto. En dat heb je hier niet. Je zult ook een keer een echte oefening doen. Jazeker, maar dat gaan we ook doen, hè? Multidisciplinaire oefening. Eind mei komt die multidisciplinaire oefening. Dan gaat dit soort trainingen moet dan uiteindelijk leiden dat daar nog wel momenten uitkomen. Zeggen van, nou, daar moet nog een bijstelling op plaatsvinden. Maar dat is wel het idee. De multidisciplinaire oefening in en rond de tunnel vindt dus eind mei plaats en daar zijn alle hulpdiensten bij betrokken.